Goedenavond, deelnemers aan deze webinar. De eerste webinar in het nieuwe jaar. En ik wens jullie daarom nog een gelukkig nieuw jaar. En ik hoop dat het goed begonnen is. Het is natuurlijk een heel raar jaar. Dat, zeker na vorig jaar, wat al een heel raar jaar is. En nu helemaal, als je ziet wat in Amerika gebeurt. En eigenlijk ook in Nederland, 3 weken verlenging van de COVID-hype. Het is heel raar wat aan de hand is. Toch vind ik het vergelijkbaar met wat er eigenlijk in de tandheelkunde aan de hand is. Alleen is het niet zo snel gegaan, hebben we het niet gemerkt. In 1986 kregen we UPT-tarieven, in 1987 werd het doorgevoerd. En uiteindelijk worden we nu, en dat merken jullie ook langzaam, geknepen door de ziektekostenverzekeraars en de mogelijkheden worden steeds minder om mooie tandheelkunde te doen. En dat is iets waar het comfort staat al sinds de oprichting van de SOH in 1986, de oprichting van de ANT. En wat we nu ook meegemaakt hebben is dat ANT weer samengaat met KNMT. En eerlijk gezegd ook hun doelstellingen waar ANT voor opgericht was, niet meer volharden. Gelukkig hebben we nog goed contact met Jan-Willem Vaartjes. En we hebben er ook gesprekken over een nieuw tarief, weliswaar alleen maar voor de cosmetische zorg. Maar hij denkt zelf dat dat een doorbraak zou kunnen geven voor meer ruimte in de tandheelkunde. Wij zien het ook zo. We hebben een traject afgelopen van 5 jaar met de NZA. We hebben met verzekeraars gesproken en eigenlijk waren die voor. Alleen toen we weer bij de NZA terugkwamen, toen was het van ja, nu moeten jullie naar VWS. En toen we bij VWS zaten, toen zei VWS, ja, het is allemaal wel goed en wel, maar we moeten wel de patiënten beschermen tegen de tandarts. Dus eigenlijk waren we daar weer mee bij af. Wat we wel gemerkt hebben, en dat is misschien een lichtpuntje, is dat er toch nog steeds hele goede tandartsen heel hard aan het werk zijn en hele mooie dingen maken. En de 23 webinars die we inmiddels hebben gegeven, die getuigen daarvan. Want geen één van die webinars kan binnen dit keurslijf van tandheelkunde. Dus je zou kunnen zeggen, het zijn of allemaal hobbyisten, of, en dat is weer een boude uitspraak, maar ik zou hem toch doen. Dat heb ik ook in de Tweede Kamer gedaan. Het zijn fraudeurs. Want hoe kun je anders de tijd vergoed krijgen die je besteedt aan mooie behandelingen. Behandelingen waar je aandacht hebt voor de patiënt. Wat nou helemaal niet uitgedrukt kan worden in geld, maar wel in tijd. En daarna misschien toch weer in geld. En we hebben ook ons verbonden met een wat grotere organisatie. Dat is de Slow Dentistry organisatie. Daar hebben jullie vast wel van gehoord. En zo niet, kijk dan op slowdentistry.com. Dan kun je er veel meer over zien. En eigenlijk is dat een wereldwijde beweging die aan het pleiten is voor meer tijd, meer zorg, meer kwaliteit. Nou, dat is wat we dit jaar gaan we in ieder geval proberen 3 COM-bijeenkomsten te organiseren. De laatste die we hadden in oktober, die was heel bijzonder. Heel leerzaam. En ook voor velen een eye-opener. We hebben ook Frank van der Linden gehad. Die heeft gezegd, nou, we moeten eigenlijk gewoon met de stakeholders, en dat hebben jullie misschien wel gezien in de nieuwsbrieven, moeten met de stakeholders om elkaar zitten, om elkaar om een tafel. En hij heeft vele, vele, vele mediations gedaan. Hij zegt, er is altijd een middenweg. Het hoeft niet zo hard te zijn van dat kan niet en zo moet het. En hij heeft voorgesteld, ik wil dat organiseren. Ik heb met Jan-Willem Vaartjes gesproken. We hebben met NZA overleg gehad. We hebben met de sprekers gesproken. Ik heb met Pieter Lakenman gesproken. Het staat allemaal in de nieuwsbrief. En de bedoeling is dat we, nou, eigenlijk liever voor
voor het voorjaar als een ronde tafel hebben, als dat in ieder geval nog mogelijk is. Want deze COVID-maatregelen maken weinig mogelijk. En een Zoom-meeting met 10 mensen over een onderwerp als dit is, ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Als je echt wat wil zeggen, dan kan dat heel moeilijk via Zoom. Dus daar moeten we kijken of we daar een oplossing voor kunnen bedenken. Maar nogmaals, deelnemers, komleden, en ben je nog geen komlid, word dan komlid. Want als de groep komleden nu groter wordt, er is geen ANT meer, er is alleen nog een KNMAT. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik heb nergens nog een nieuwe naam gezien, maar KNAT, of zoiets. Ik weet het niet. Maar als het kom groter wordt, kunnen we met elkaar wat meer gewicht in de strijd brengen. En wat belangrijk is als COM-deelnemer, dat je je ook aan je certificaat houdt. Dat je ethisch blijft, dat je je rug recht houdt. Dat wil niet zeggen dat je altijd precies moet doen wat je wordt voorgeschreven door een derde. Dat wil zeggen dat jij samen met de patiënt iets doet en dat je overeenkomt hoe dat verder wordt afgehandeld. En dat doe je samen met je patiënt. Daar is een derde partij, een partij die meestal roet in het eten gooit. Goed, dat was mijn mededeling voor vanavond. De andere mededelingen die krijg je nog. Maar nu vanavond hebben we voor de tweede keer Noortjan Yilmaz. Ze heeft bij mij een aantal jaren gewerkt en het was een bijzonder prettige tandarts om mee te werken. Patiënten waren altijd heel blij met haar en ik ook. Ze maakt heel mooi werk. Ze is heel zorgvuldig. Ze doet cursus na cursus om beter te worden. Ze werkt vanaf de eerste dag werkt ze met de microscoop en dat doet ze nog steeds. Ze heeft haar EPA-examen. Ze is druk bezig met implantologie. En ze geeft lezingen en vanavond gaan we genieten van haar tweede lezing. En dat is voorspelbaar prepareren in het front. Ik laat graag het woord nu aan Noortjan. Noortjan, succes. Ja, dankjewel. En nou, ik wacht met spanning op wat je laat zien. Dag Noortjan. Dankjewel Hans. Ik weet niet of jullie mij kunnen zien, maar ik ga ervan uit dat mijn stem, zeg maar, de camera, mijn stem herkent, dus dat ik in beeld zal zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat wel van Casper. Dankjewel voor deze bijzondere introductie, Hans. Nou ja, velen van jullie hebben mij wellicht de vorige keer ook wel gezien in, tijdens de vorige lezing in november. Voor degenen die het niet weten, mijn naam is Noortjan Yilmaz en ik ben een geboren en getogen Oldenzaalse. Men zegt wel eens, de wijzen komen uit het oosten. Nou, ik kom uit het verre oosten. En ik woon inmiddels in de Lutte met mijn man. En dat is echt de laatste afslag voor Duitsland, kan ik jullie vertellen. Dus dat is het uiterste oosten. Ik ben in 2010 afgestudeerd en aan het ACTA. En na mijn studie ben ik eigenlijk vrijwel meteen aan de slag gegaan in Twente. Ben daar begonnen bij tandartspraktijk De Bond, bij Hein De Bond. En hij nam mij eigenlijk een beetje op sleeptouw. Na een jaar werken bij Hein, in de algemene praktijk, begon ik mij toch wel steeds vaker af te vragen waarom dingen vaak misgaan in de praktijk. Hè? Waarom breken dingen af? Waarom ontstaat er caries? Waarom ontstaan er verklaarbare pijnen? En dat gaf mij eigenlijk een beetje de ruimte om op onderzoek uit te gaan. En ik merkte steeds vaker dat patiënten wel eens terugkwamen, soms met verklaarbare pijnen, soms met onverklaarbare pijnen. En soms was het gecompliceerd, soms was het ongecompliceerd. En wat ik de afgelopen 7 jaar heb gedaan, zoals Hans ook heeft gezegd, is mij daarin verdiepen. Ik ben mij gaan specialiseren om erachter te komen van hoe kunnen we als tandartsen nou die patiënten behandelen op een bepaalde manier, waarbij we voorkomen dat als we bijvoorbeeld een composiet veneer maken of een composiet facing of gewone facings, waar we het vandaag over hebben, indirecte facings, voorkomen dat dat kapot of mis kan gaan. Ik neem jullie vandaag mee in een klein stukje daarvan, omdat ik het ga hebben over de indirecte restauraties in het front. Maar voordat ik dat ga doen, zijn er
paar mensen, waaronder jij ook Hans, die mij daarvoor en daarin hebben geïnspireerd. Nou ja, ik had gewoon het geluk dat ik een paar leermeesters om mij heen had. Zoals ik al zei, was Hein de eerste die voor mij de deurtjes opende om in contact te kunnen treden met Hans. En daar dus ook vooral te leren hoe ik met hoge microscopische precisie bepaalde behandelingen kon uitvoeren. Dat resulteerde er ook in dat mijn allereerste grote investering in de tandheelkunde de microscoop werd. En ik heb daarnaast een paar jaar bij Sjoerd Smeekens mogen werken. En heb daar geleerd hoe je vanuit een helikopterview en dus een reconstructief oogpuntenpatiënt kan beoordelen, maar ook behandelen. En wat zij mij vaak, vooral Sjoerd mij leerde, is dat wij veel aan symptoombestrijding doen in plaats van de diepere oorzaak aan te pakken. Dus als een patiënt bij ons komt met de vraag, ik wil een esthetisch vrij gebit, dan moet je soms verder kijken dan je neus lang is. Dit is een artikeltje van Basels en van Pascal Magne in de European Journal of Aesthetic Dentistry. En de inhoud van dat artikel gaat vooral over de structurele opbouw van een element. Dus over hoe is dentine opgebouwd, maar ook hoe glazuur is opgebouwd. Maar ook dat er een laagje bestaat dat de dentino-enamel junction heet, die het glazuur en dentine met elkaar verbindt. Het belang van het artikel is dat je begrijpt hoe elke laag is opgebouwd, hoe ze met elkaar verbonden zijn, dus ook hoe je dat kan reproduceren. Dit geeft mij als behandelaar vooral het inzicht van, ja, hoe besluit ik nou om over te gaan tot een restrictief behandelplan? In welke laag behandel ik en wat betekent dat ook voor mijn hechtsterkte? Dat is dan weer een stukje vanuit het biomimetische oogpunt. Zal ik verder vandaag niet over uitweiden, maar is wel belangrijk om te onthouden op het moment dat je patiënten gaat doen, waarbij je bijvoorbeeld of een vervangingskroon moet maken, waar we verderop in de presentatie terugkomen. Maar ook bijvoorbeeld van hoe kan ik nou bij een verkleurde frons incisief een facing vervaardigen. In welke laag kom ik dan terecht? Heb ik gedeeltelijk glazuur? Heb ik gedeeltelijk een opbouw? Heb ik gedeeltelijk dentine? En hoe benader ik dan ieder van die lagen? Dit is de natuurlijke situatie zoals wij het liefst zien. Zo wil je dat iedereen oud wordt. Tenminste, ik wel. Helaas leert de realiteit ons anders en is dit veelal wat we zien. En wat we daarbij tegenkomen is dat we weten dat na verloop van tijd door externe factoren, door het gedrag van mensen, maar ook door de voeding en de levensstijl, dat zo'n patiënt bij ons op deze manier binnenkomt. En we weten dat er elke dag hartstikke veel vullingen worden geplaatst bij patiënten. We weten dat ze constant worden vervangen, of het nou caries is, of breuk, of slijtage. Het kan erosief zijn, het kan abrasief zijn, mechanisch, het kan alle kanten op. Maar we weten dat patiënten dan vaak in een herstelcyclus komen waarbij er een vicieuze cirkel op gang wordt gebracht waar patiënten niet meer uitkomen. Belangrijk is dat er dan gekeken wordt binnen de juiste dimensies van wat doen we met dat krachtenspel. Want deze patiënt waarvan jullie deze foto zien, die ga ik verder ook in deze presentatie uitdiepen, kwam alleen maar met de vraag ik wil mooiere voortanden. Ik zal me vandaag ook alleen maar toespitsen daarop. Maar ik denk dat jullie allemaal zien dat hier veel meer aan de hand is dan alleen maar die incisieve. Nou, en daarom is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je niet van de ene oorzaak in het andere gevolg gaat belanden. Zelf ben ik een enorme voorstander van de holistische benadering. En dat betekent dat ik dus ook graag kijk naar hoe is mijn patiënt. Ik kijk daarin dus naar het geheel ook. Wat is zijn levensstijl? Wat is zijn voeding? Wat zijn zijn eetmomenten? En probeer dan ook op een zo multifactorieel mogelijke manier zo'n patiënt te benaderen. Nou, zoals ik ben geïnspireerd, zoals ik net al zei, door de voorgaande personen, hoop ik dat ik jullie vanavond ook kan meenemen in mijn verhaal rondom het voorspelbaar herstel van het front. Ik ga heel even, voordat wij beginnen, jullie een filmpje laten zien wat ik een tijdje geleden tegenkwam. En dat is een filmpje van Dentalks van Paul de Kok. En ik zag toevallig van de week in TP ook een artikeltje over de invloed van, volgens mij was dat artikel van Jasper Tolen en Dien Gambon, over de invloed van influencers. En helaas is dit gewoon iets waar we heel veel mee te maken hebben.
Ik zal heel even kijken of ik er ook heel even zien. Ik moet heel even zien of ik mijn pijltje terug kan krijgen. Ja, daar is die. Zo. Dus als het goed is, dan. Ik mag jullie wat vertellen over het heden. Moeilijkste onderwerp, denk ik wel. Want heden is maar heel kort. Wat het heden is vandaag, is het verleden morgen. En toen dacht ik, waarom? Hoe kan ik nou iets over vandaag vertellen? Dus ik heb een lijn getrokken naar mijn eigen tandheelkundige carrière. En mijn carrière bestaat vorige maand precies 10 jaar. En ik denk dat we in die 10 jaar een soort beeld kunnen schetsen van wat er veranderd is in de maatschappij en daarmee in de tandheelkunde. En dan toegespitst op het stukje tandheelkunde waar ik toch misschien wat meest vanaf weet, die esthetische restauratieve tandheelkunde. En als eerst moeten we dan misschien beginnen, hoe lang geleden is 10 jaar geleden? Wat gebeurde er 10 jaar geleden? Nou, 10 jaar geleden, 2008, november 2008, was er net een van de grootste banken van Nederland overgenomen door de Nederlandse staat. ABN AMRO kwam in handen van ons allemaal. En in november werd er een nieuwe raad van bestuur aangekondigd met als voorzitter Gerrit Salling. Een andere politicus, die voor ons relatief onbekend was, kwam opeens in beeld als minister van Wonen en Werk, omdat hij Ella Vogelaar moest opvolgen. Een nog onbekendere politicus voor ons won opeens de zegen der zegen 10 jaar geleden en werd de eerste zwarte president van de Verenigde Staten van Amerika. En dat is dus om aan te geven, deze mensen, hij is alweer klaar. Hij is inmiddels helaas overleden. En dit is pas 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar tijd is onze wereld enorm veranderd. Dus laten we nou eens kijken naar wat er is gebeurd dat ons huidige tijdsbeeld vormgeeft. Die banken, dat geloof is eigenlijk verder en verder afgebrokkeld. De gevestigde orde, daar kwam een ontzettende weerstand tegen. De geldwolven, en er kwam een hele opstand wereldwijd met Occupy tegen alle bestaande financiële instanties. Dankzij dat Occupy, dankzij de financiële crisis, kwamen er ontzettend veel mensen zonder werk te zitten. En die mensen, de advocaten, notarissen, accountants die zonder werk kwamen, die dachten opeens, ja, wat doe ik daar toch achter dat bureautje? Ik moet me weer bekwamen, en dat is een compliment naar ons, in de traditionele ambacht. Dus ze werden opeens barbier of ze gingen zelfs bier brouwen. En de traditionele ambachten, dus net als de tandheelkunde, kwamen weer in opkomst. En het gekke is dat daarmee ook de aandacht eigenlijk meer op onszelf kwam te liggen. Want we werden ons bewuster van, we moeten met onze handen werken, maar we moeten ook goed voor onszelf zijn. We moeten goed voor de inwendige mens zorgen. We moeten beter eten. We moeten bewuster met onze wereld omgaan. Als we iets eten, dan moeten we goed eten. Goed voor onszelf, goed voor de dieren. En dat tuinieren, dat biologisch boeren, dat werd niet meer alleen voor de geitenwolle sokken, maar dat werd ook voor de getatoeëerde, gebarbierde mannen op hun volkstuintje in Amsterdam van een paar vierkante meter. De tijd veranderde, de geitenwolle sokkenhobby's werden algemeen goed en opeens mocht je toegeven dat je aan yoga deed en het sleutelwoord op al je problemen, iedereen had ADD, was mindfulness. Binnen dat tijdsgeest kunnen we stellen dat in 10 jaar tijd het eigenlijk veranderde van welvaart, van meer, 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 naar welzijn, kwaliteit van leven. En dat is in ons mensen veranderd. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij ons leven anders gingen inrichten. Er was geen geld meer, dus we moesten voor elkaar zorgen. We moesten zorgen dat we via een participatiesamenleving goed waren voor onze community, voor de gemeenschap. En dankzij sociale media moesten we ook gaan delen. Hè? Je kon het niet meer je succes voor jezelf houden. Je moest het delen met je omgeving. Je moest delen dat je goed deed. En je moest dat vooral ook aanmoedigen in elkaar. Dus je moest het gaan liken op deze sociale netwerken. En dat alles werd ondersteund in die 10 jaar tegen een achtergrond van technologisch enorme vooruitgang. Hè, wat we 10 jaar geleden nog uit een laptop moesten halen, al niet meer uit de pc, kwam opeens te zitten in een kleine smartphone. En die smartphone, de grote ontwikkeling, zat hem ook in dat die camera beter werd. En dankzij de camera gingen we opeens in beelden denken, niet meer in woorden. Hè. De beelden namen de woorden over en een jaren 80 symbool kwam opeens weer helemaal terug in de vorm van een smiley. We werden dus sociaal, bewust, we moesten het delen, we gingen dat via technologie doen, maar helaas had dat ook een keerzijde. We zaten zo met ons online sociaal netwerk dat we vergaten misschien wel de mensen om ons heen met wie we direct contact hadden. En dit soort groepen mensen werd een gemeengoed die allemaal op hun eigen telefoon zitten. En dat maakte ons dan wel weer verdrietig. En als we dit dan allemaal zo samen optellen, dan kunnen we ook zeggen dat dat verdriet niet alleen over die
sociale technologische revolutie gaat, maar ook over alles wat we 10 jaar geleden hebben ingezet. Want waar heeft Occupy nou toe geleid? Zijn we nu minder greedy? Nee, ik denk het niet. Wat we nu zien is dat die sociale media helemaal niet zo sociaal waren als dat we dachten. Nee, onze gegevens werden verkocht aan grote bedrijven. De opmars van geld die kwam gewoon weer terug, maar dan in een andere vorm, in andere gektes. En de bizarre kredieten waarin werd geïnvesteerd in 2008 zijn nu gewoon vervangen door digitale valuta. De huizenmarkt is weer waar die is en opeens is beter dan waar die was in Amsterdam. En opeens moeten we zelf voor onze studie betalen. Dus de sociale aspect wat is ingezet is niet helemaal waargemaakt. En dat heeft ook een stukje desillusie teweeg gebracht. En daarom denk ik dat we vandaag de dag onszelf kunnen beschrijven, de mens, als iemand die vooral individualistisch is. We zijn toch erg met onszelf bezig, we moeten het zelf goed hebben. Want de gedachte is, als je het zelf goed maakt, kan je ook je omgeving gelukkig maken. Dat doen we door vooral authentiek te zijn, hè? Dat groepsverband, dat is er, je een onderdeel van een groep vorm op, voelen, dat is er wel een beetje uit. Je moet authentiek zijn, je moet aan de buitenkant kunnen laten zien waar je voor staat. En we gaan bewust met onszelf, met onze omgeving om. Dat bewustzijn, daarvoor gebruiken we graag technologie. Technologie om onszelf te laten zien, maar ook technologie om de wereld te verbeteren, om bewuster met ons milieu bijvoorbeeld om te gaan. En we moeten representatief zijn. Bewust is namelijk niet alleen over je omgeving, maar ook over jezelf. Het is bijna not done om obese te zijn, om te roken, om alcohol te drinken, omdat we willen laten zien dat we gezond zijn. En dat representatief zijn heeft dus alles te maken met zichtbaar zijn. En misschien ligt daar allemaal wel aan ten grondslag dat we vooral met elkaar vinden dat we maakbaar zijn. Het is niet meer geaccepteerd dat je gewoon wat te dik bent, of gewoon wat te veel rimpels hebt, of gewoon wat te weinig haar hebt. Want dan kan je wat aan laten doen tegenwoordig. En dat is denk ik wat wij ook terugzien in die afgelopen 10 jaar in onze patiëntencategorie. En daarvan is de selfie het beste middel waarin dat tot uitdrukking komt. De maakbaarheid van de mens, dat zien wij in die tandheelkunde terug. Waarom? Ik denk dat we opeens veel meer verzoeken krijgen van patiënten. Kan je iets aan die esthetiek van de tanden doen? 10 jaar geleden was het bijna not done om daarover te praten, maar vandaag de dag zijn esthetische ingrijpen zijn heel erg goed bespreekbaar en daardoor zijn ze binnen de tandartsstoel ook veel beter bespreekbaar. De maakbaarheid van de mens. Voorbeeld. En daar komen ze. Maxima Sorgheta, kroonprins Willem-Alexander, prinses Maxima naar vandaag. 2002. Van onze huidige koningin zag er zo uit. 16 jaar later ziet ze er zo uit. Nou, dit is niet geheel te wijten aan natuurlijke veroudering van het gebit en van het gelaat. Toch is dit bon ton en vindt niemand dit verschrikkelijk. En denk ik dat zij daar ook prima voor durft uit te komen. Ja, het kan ook op een andere manier. We hebben vandaag deze echt een hele vrouw zag dag er 10 jaar dat geleden. Was mijn eerste shoot samen met Chess. Dus het zo uit. Spannend. Ik dacht van ja. Ook niet helemaal meer wat het geweest is. Maak wel eens een foto, maar het is eigenlijk een tentoonspreiding van dat dus wat aan jezelf laten doen. Helemaal niet is voor je te schamen. Ook iets dat iets over dan te laten doen. Ook niet iets is voor je om je voor te schamen. 10 jaar geleden toen ik afstudeerde was het alleen aan de paradijsvogels als Connie Breukhoven of Marijke Helwegen die daarvoor uitkwamen en die er zo uitzagen. En vandaag de dag zie je dat veel breder gedrag is om iets aan jezelf te laten doen en daarmee dus ook aan je gebit. We kunnen dus stellen dat in die 10 jaar tijd de esthetische hulpvraag enorm is toegenomen. Maar gelukkig is er ook iets anders toegenomen in die 10 jaar. Of het straks nou sneeuwt of niet, de stylist gaat hoe dan ook een witte kerst tegemoet met zijn nieuwe gebit. Vandaag worden de definitieve kronen geplaatst over zijn eigen tanden. Oh, ik ben benieuwd verder hoe mijn eigen tanden nou zijn. Roy heeft een tijd lang met een noodgebitje rondgelopen. En dat moet eerst verwijderd worden. Zal ik eens kijken? Zal ik het gewoon doen? Ah. Ah. Dat is gewoon heel raar om je zo te zien. Op zo'n hutjesbewonersgebit. Ja, we lachen erom. Ja, zoals Paul dus zegt, we lachen erom, maar dat is natuurlijk niet wat we willen. En daarom hoop ik
dat ik, dankjewel Casper. Daarom hoop ik dat ik jullie vandaag in ieder geval kan laten zien hoe het is, zeg maar vanuit onze professie, om het juist op een andere manier esthetisch te verfraaien. Want wat wij net hebben gezien is de cosmetische kant, althans zo zie ik het. En waar het om gaat is dat wij ons meer richten op het esthetisch verfraaien. Deze patiënt, die jullie net vanuit de eerste foto zagen, kwam bij mij binnen met de vraag om wat te doen aan zijn gebit. En natuurlijk kunnen wij wat aan zijn gebit doen, maar ik denk dat jullie allemaal zien, zoals ik net al zei, dat er meer aan de hand is. Als je bijvoorbeeld bij deze patiënt kijkt, dan zie je ook dat er een enorme slijtage heeft plaatsgevonden bij zijn cuspidaten. Dus dat betekent dat je van tevoren heel goed met deze patiënt moet overleggen dat je niet alleen het front kunt aanpakken om te voorkomen dat hij dat kapot kan maken. Nee. Daarom is het belangrijk dat je als een patiënt weg is, een goede analyse kan maken. Daarbij begint het altijd bij je mondfotografie. Tegenwoordig is mondfotografie gewoon niet meer weg te denken om voorspelbaar te kunnen werken of om voorspelbare resultaten te halen. En daarom is het van belang om als je fotografie doet, om daar ook je planning op te doen. Daarnaast is het ontzettend fijn om te fotograferen, omdat je op die manier zo'n patiënt ook in zo'n behandelplan mee kan nemen. En niet alleen om het hem of haar te laten zien, maar ook om het met je tandtechnicus bijvoorbeeld te bespreken. En wat ik in de afgelopen jaren heel erg heb gemerkt, is dat je op deze manier dingen die je met het blote oog niet ziet, op de foto's wel kan zien en daarmee voorkomt dat je dingen over het hoofd gaat zien. Kijk. Nou, deze patiënt kwam dus zo bij mij binnen. Maar ik heb hem dus heel duidelijk uitgelegd van, nou goed, als wij alleen jouw voortanden gaan verfraaien, dan bestaat de kans dat je dat gewoon weer kapot kan maken. Dus hebben we ervoor gekozen bij hem om eerst een volledige risicoanalyse te doen en uitgebreid met hem de behandelfoto's, de lichtfoto's te bespreken en hem een volledig behandelplan voor te stellen. Nou, in deze situatie kun je je voorstellen dat je niet alleen, ja, je kunt wel uitkomen met als je hier een wax-up laat maken en je gaat hier prepareren, kun je prima uitkomen met fraai frontwerk. Alleen wil je dit minimaal intensief gaan doen, dan zul je van tevoren moeten bespreken met de patiënt of hij of zij openstaat voor eventueel orthodontische behandelingen. Indien ze daarvoor openstaat, kun je gaan kijken van oké, wat is dan het best toepasbaar bij deze patiënt? Kies je voor de Invisalign, kies je voor brackets? Nou, dat zijn dingen die je van tevoren met de patiënt moet bespreken. In dit geval zie je ook op deze foto, vanaf de zijkant, dat er een retroclinatie heeft plaatsgevonden van zijn bovenfront. Of dat dat altijd al zo is. Dat betekent dus ook dat als je dat bij je eerste analyse al ziet, dat die elementen linkerwaarts gepositioneerd zijn, dat je dus nu al weet van er rinkelen wat belletjes bij mij. Als ik bij deze patiënt een esthetisch vrij resultaat wil halen, hoef ik vanuit deze positie eigenlijk al minder te prepareren. Maar houd er wel rekening voor dat het rekening mee dat dat front eigenlijk op slot staat. Dus in principe, hoe weinig je ook in deze situatie hoeft te prepareren, wil je eigenlijk wel die restricted envelope of function eruit halen. Dus dat zijn dingen die je van tevoren moet bedenken alvorens je aan zo'n casus gaat beginnen. Ook dingen die je van tevoren al met je laboratorium bespreekt. Want wie wordt er verantwoordelijk gehouden als er straks wel iets kapot gaat? Dat zijn dingen die Galip Gurel in zijn boek ontzettend goed omschrijft. En hij noemt dat de aesthetic en pre-recontouring fase, zeg maar. Waarbij je dus van tevoren heel duidelijk gaat kijken. Hoe staan mijn elementen? Zijn ze geroteerd? Zijn ze geïnclineerd? Staan ze in een retroclinatie? Staan ze in een proclinatie? Wat betekent dit voor mijn wax-up? Maar wat betekent dit ook fonetisch? Wat betekent dit in het gezicht? Nou, dat is een referentieanalyse die hij in zijn boek helemaal omschrijft, waarvan ik ten harte zou aanbevelen om dat boek eens te gaan lezen. Nou, op de occlusale foto's kan je dus ook heel duidelijk zien dat je daar, dat er zowel in de onderkaak als in de bovenkaak sprake is van crowding. Dat zou betekenen dat je vanuit deze positie moet gaan kiezen voor een concessie als je ervoor kiest om geen orthodontische behandeling te gaan doen. Nou, zoals ik al heb gezegd, hebben we met hem besproken dat dit eigenlijk geen ideale uitgangspositie is. En daarbij komt nog dat
bij de allereerste foto's vanaf frontaal je al kon zien dat zijn lengte-breedte verhouding eigenlijk niet helemaal ideaal is. Dus dat je daar veel aan wil veranderen om het esthetisch te verfraaien. En dat is dus, daarom hebben we met hem de opties orthodontie besproken. Nou, hij stond niet open voor de brackets en ook niet helemaal open voor de Invisalign. Maar omdat ik ervaring heb met de in-man aligner en weet dat als je je alleen focust met de in-man aligner op dat front en je kan daarmee die restricted envelope eruit krijgen, dan kun je dat als voorstel bij zo'n patiënt doen. Maar je snapt natuurlijk wel, bij deze patiënt heb ik de hele boven- en de hele onderkaak aangepakt. Maar ik leg mij nu voor de presentatie alleen toe op het front. Hij heeft ongeveer 3 maanden in in-man aligner gezeten. De in-man aligner is eigenlijk een soort uitneembare beugel die zich echt puur en alleen focust op de 4 frontelementen, zowel boven als onder. In de bovenkaak hebben we gekozen voor clear aligners. Dat zijn gewoon, is een soort van variant van de Invisalign. In de onderkaak hebben we gekozen voor de in-man aligner en in beide gevallen heeft het maar 3 maanden geduurd. Je doet daarvoor metingen, je haalt de crowding eruit, je maakt er opnieuw je foto's. Even van het tussenproces, foto's om te laten zien hoe dan zo'n proces gaat, hoe dat er dan uitziet in de mond. De patiënt vond het absoluut niet vervelend, er zit een soort bumpertjes, fonetisch even wat ja, ongemakkelijk, maar als je weet dat het maar 3 maanden duurt, dan kun je daar nog wel een keertje overheen zetten. Zo ziet dat er dan uit in de mond van de patiënt. En zoals je rechtsonder in de hoek kan zien op de foto's, zijn we geëindigd bij hem met diastemen. En dat hebben we natuurlijk ook weer bewust gedaan, omdat we in onze referentieanalyse helemaal aan het begin erachter kwamen dat zijn tanden eigenlijk door de erosie of door het erosieve karakter een niet ideale lengte-breedte verhouding hadden. En we hadden, of we kunnen wel wat ruimte gebruiken om dat net wat mooier op te lijnen. Wat we daarna doen, is opnieuw de hele referentieanalyse. Dus we maken daarbij weer een hele serie aan foto's. Om te bepalen van hoe staan die elementen nu? En wat kunnen we dan doen? Wat zijn onze referentieelementen? Je beoordeelt de vorm van de tanden in het gezicht. Je beoordeelt hoe zijn lip is in relatie tot zijn gelaat. Maar ook ten opzichte van zijn lippen. Je meet de liplengte. Je kijkt wat de patiënt aan tandvlees laat zien. Bij lachen, in rust. Hoe beweegt zijn lip? Wat doet het allemaal? Kan ik naar bukkel uitbouwen? Kan ik niet naar bukkel uitbouwen? En op die manier doe je eigenlijk je referentieanalyse. De foto's die je nu ziet zijn eigenlijk standaard protocolaire foto's die wij in de praktijk maken om zulke analyses te kunnen doen. En aan de hand van je intraorale foto's kun je op een gegeven moment ook kijken van oké, dit is nu mijn initiële situatie. Je meet de lengte van je incisieven en je gaat kijken met een eventueel met wat oud composiet. Kun je een directe mock-up maken om te kijken wat is de lengte die er bij mijn patiënt past. Nou goed, wij vonden die 1-2 wel een relatief mooie lengte hebben. Misschien dat hij een millimetertje langer kon. Dus dat bespreken we dan ook met het laboratorium. En dan gaan wij, dan vragen we het laboratorium een wax-up. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk ook de beet vastleggen met een Facebook-registratie. En de CR-bepaling doen. Dan moet je dus zelf bepalen van ga ik in maximale occlusie behandelen of kies ik ervoor om in CR te behandelen. Onze voorkeur ligt er eigenlijk altijd in de CR-relatie. Zodat je dus op een duidelijke manier ook je overdracht kan doen naar je laboratorium. Nou, je CR-bepaling is hier met een leaf cage gedaan, maar dat kun je natuurlijk ook doen met een deprogrammer of met een jig, een Lucia jig. Is misschien ook wel een leuke voor een webinar om die allemaal een keertje naast elkaar neer te leggen. Schiet me nu te binnen. Wij zetten de Facebook-registratie leggen we vast. Dan maken wij dus geen alginaatafdrukken, maar wij kiezen ervoor om in dit geval VPS-afdrukken te maken, siliconenafdrukken, omdat die veel natuurgetrouwer zijn. En omdat ze natuurgetrouwer zijn, kun je het laboratorium iets meer mogelijk, uiteraard is een scanner ook een hartstikke goede oplossing, maar die hebben we niet. Maar op deze manier kun je het laboratorium wel een nog natuurgetrouwere wax-up laten vervaardigen.
Aan de hand van jouw lichtfoto's, je referentieanalyse en de afdrukken, kun je dan doorgeven aan het laboratorium van oké, wat wil ik dat de nieuwe lengtes worden? Ik wil dat er minstens cuspidaatgeleiding kan worden ingebouwd. Ik wil op zijn minst dat die diepe beet eruit wordt gehaald. Nou, dat zijn allemaal dingen die je met je laboratorium kan bespreken. Uiteraard stuur je al die foto's die je hebt gemaakt ook naar het lab toe. En kun je vervolgens over je wax-up heen twee siliconenmallen maken. Die dan vervolgens worden gebruikt voor je mock-up. En je mock-up plaats je dan in de mond van de patiënt. En in die, zodra je dit hebt gedaan, maak je weer al je foto's opnieuw. En dan ga je kijken, klopt dat wat ik heb gevraagd aan het laboratorium? Klopt de vorm in zijn gezicht? Wat zijn de voor- of nadelen van de lengte die hij nu heeft? Je laat hem de F en de S en de V-klank maken. Je laat hem tellen van 50 tot 60 of van 60 tot 70 om te kijken of dat fonetisch goed gaat. Je kijkt hoe dat gaat in rust. Wat laat hij zien, hoeveel millimeter? Nou, en dat kan je dus aan de hand van die lichtfoto's, kan je dus precies zien dat wat jij het laboratorium hebt gevraagd, of dat ook klopt bij die patiënt. Nou, wat wij vaak doen is, we maken dan ook nog even een filmpje, om ook aan de patiënt te kunnen laten zien, wat is nou het verschil met het begin. Hiervan is het geluid niet zo heel goed, dus excuses alvast daarvoor. Dan zullen we kijken. Nou ja, en dan zie je dus in deze situatie, als je bij die laatste foto kijkt aan de rechterkant, dan zie je dus eigenlijk dat hij voor zijn gezicht met de mediaanlijn, de lengte-breedteverhouding, de positie van de cuspidaten, de lengte van de cuspidaten, eigenlijk best wel heel erg netjes is. En dat betekent voor jou de start van het omzetten van deze situatie naar een definitieve situatie waarbij je dus kiest voor indirecte restauraties in het front. Bij dit soort filmpjes krijgt de patiënt ook vaak echt een eigen gevoel, dus dat is wel heel fijn. Nou, op het moment dat de patiënt akkoord geeft, dan vervaardig ik altijd een putty-afdrukje over mijn wax-up heen. Omdat deze afdrukken zo natuurgetrouw zijn gemaakt, sluit mijn putty-afdruk ook vaak heel netjes aan. Nou, ik maak allereerst zo'n transversale putty-slot. Dat betekent dat ik met dit slotje altijd kan bekijken van heb ik voldoende voor het laboratorium afgenomen van wat zij mij hebben gevraagd. Want belangrijk in dit hele geheel is dat jij van tevoren met jouw laboratorium afspreekt wat hebben jullie op zijn minst nodig van mij om een gedegen indirecte restauratie te maken. Ik werk met een laboratorium samen die minstens een millimeter nodig hebben. Maar ik werk ook met labs samen die volstaan met 0,5 millimeter preps. Uiteraard is dat ook afhankelijk van de situatie bij de patiënt. Heb je natuurlijk een donker verkleurd element of moet je gaan maskeren, dan moet je het laboratorium veel meer geven. Maar heb jij alleen zoals in deze situatie een vormverandering die jij moet bewerkstelligen, ja, dan volsta je vaak met minimaal prepareren. Maar dan nog is de ene technicus niet de andere technicus en zul je van tevoren echt moeten afspreken met elkaar. Wat hebben jullie cervicaal op zijn minst nodig? Wat hebben jullie incisaal op zijn minst nodig? Dus bespreek die dingen met elkaar, zodat je van elkaar ook weet wat je kan verwachten. Ik maak dan ook altijd een soort van occlusale putty-afdruk, een putty-slot. Want op deze manier kan ik dan ook met dit putty-slotje in de mond kijken van heb ik vanaf incisaal genoeg afgenomen voor mijn laboratorium. Zodat zij goed vooruit kunnen. De putty-slotjes gebruik ik als volgt in de mond. Nou, hier zie je dus dat ik nog helemaal niks aan de elementen heb gedaan. En omdat ik dus additief bezig ben bij deze patiënt, zie je dus al dat er al een soort van natuurlijke erosieve afname is. En met mijn pocketzonde meet ik gewoon constant langs die hele linie van de buccale wand, maar ook incisaal hoeveel ik heb afgenomen of hoeveel ruimte er al is gecreëerd. Belangrijk om te weten is dat bij een gezonde patiënt het cervicale 1/3 deel ongeveer 0,3 tot 0,5 millimeter dik glazuur heeft.
het 1/3 tot 2/3 deel van het element, zeg maar, van de incisief is ongeveer 0,6 tot 1 mm dik glazuur. En ga je echt naar het laatste incisale deel, zeg maar, tot 2/3 deel van het element, dus vanaf incisaal tot 2/3 van het element, dan zit je ongeveer op een dikte van 1 tot 2 mm glazuur. Dat betekent dus dat je bij dit soort patiënten waarbij heel veel erosie heeft plaatsgevonden, of zuurinwerking, of wat voor een vorm van slijtage dan ook, dat je dus rekening moet houden met dat als je prepareert, dat je veel sneller bij je dentine komt dan dat je in een gezonde situatie zou werken. Dat betekent dus ook dat je in je planning rekening moet houden met als een patiënt gepland wordt in jouw agenda en je weet al dat je in je dentine terechtkomt, dat je dus rekening moet houden met ik moet dat onder kofferdam doen, want ik moet een IDS-laag maken. Dat kost je natuurlijk wel extra tijd, dus houd daar rekening mee in je behandelplanning. In deze specifieke casus kan je dus al zien dat er incisaal door de slijtage genoeg is afgenomen. Dat zal ik straks ook in de foto's laten zien. Dat betekent dus dat je hier incisaal eigenlijk alleen maar hoeft af te ronden. Hier zie je nog even een foto waarbij ik dus vanaf incisaal tot aan putti meet. Dan zie je dus een beetje hoe ik dat gebruik. En dan maak ik vanuit deze situatie de mock-up. Dus met mijn eerste siliconen mal, mijn VPS, of de overafdruk over mijn wax-up, maak ik een mock-up. En dan heb ik eigenlijk de eindsituatie of de eindpositie heb ik al in beeld. Dus dit is waar ik naartoe wil werken. Dit is mijn eindpositie. Dit is ook meteen mijn startpositie voor het prepareren. Op deze manier weet ik namelijk, en dit is de enige voorspelbare manier om minimaal invasief te prepareren. Want stel, je was net vanuit deze situatie begonnen, waarbij je dus geen mock-up had gemaakt, had je dus nooit geweten hoeveel je al hebt afgenomen. Of is dat voldoende? Ook bukaal heb je geen idee, want dan moet je hem er elke keer langs halen. Begin je met je eindpunt in beeld, dan kun je vanaf dit eindpunt gaan beginnen met prepareren. Want wat je doet, is je prepareert eigenlijk gewoon door je mock-up heen. Ik heb een voorkeurs borenblokje. Dit heb ik ooit geleerd van Maxime Belograd. Dit is een blok die hij ook gebruikt. En tijdens mijn driedaagse hands-on training werd deze techniek ons wijsgemaakt. Maar toen kwam ik erachter dat Erik-Jan Rooiakkers mij ergens meteen na mijn eerste jaar afstuderen, of in dat eerste jaar nadat ik ben afgestudeerd, precies diezelfde borenblok ook had voorgelegd tijdens een dagcursus. Dus dit is echt mijn voorkeurslijstje. Screenshot of even een foto maken. Dit helpt je echt bij elke preparatie. Ik begin altijd met de depth cutter. En de depth cutter die zorgt ervoor dat je in de volle diepte van de boor zorgt voor een minimaal afnemen van het element. Betekent dus dat middelste schachtje, dat helemaal middenin, daar zit geen slijpsel. Daarmee kun je niet slijpen. En je kunt nooit dieper dan die uitsteeksels van het boordje. De uitsteeksels van het boordje vanaf de schacht tot aan het deel wat kan boren is ongeveer 0,3 mm. Betekent dus dat als je die depth cutter gebruikt, dat je bukaal maximaal 0,3 mm afneemt. Ik begin altijd incisaal met de depth cutter. Dan maak ik altijd groefjes. Incisale puntje of meest uiterste puntje van de boor is ongeveer een millimeter. Als je die er volledig in laat zakken, weet je dat je laboratorium in ieder geval incisaal 1 millimeter hebt gegeven. Want mijn lab wil altijd minimaal 1 millimeter. Incisaal inkorten heb ik het dan over. Dus wat ik dan doe, is ik maak van die groefjes. Dan weet ik dat ik overal 1 mm diepte heb geprepareerd. Vervolgens ga ik met mijn chamfer. Dit is de grove chamfer, want je hebt een grove chamfer en een rode chamfer. En die rode chamfer is fijner, maar ik begin met de grove chamfer. Doe ik een soort van butt joint afslijpen. Dan weet ik dat die volle incisale lengte 1 mm is ingekort. Bij het verlengen van elementen is het ontzettend belangrijk dat je let op de functie. Hoe meer glazuur je namelijk verwijdert, hoe hoger de flexie is van zo'n voortand.
We weten namelijk dat naarmate wij ouder worden, ons glazuur, dus onze tand, ook ouder wordt. Nou, dat erodeert, dat verandert van vorm, dat verandert van kleur. Dus dat betekent ook dat de lichtinval ook anders is. En dat je daarom soms alleen maar heel licht die rand hoeft te toucheren. En daardoor dus zo min mogelijk hoeft te reduceren. Nou, in dit geval is dat dus niet ter sprake. Omdat je weet dat je nog niet eens bij het element bent als je die millimeter hebt afgenomen. Ja. Deze manier van werken geeft je heel veel inzicht over wat is er nou al weg en wat moet ik nog doen. Nadat je incisaal hebt afgenomen met de depth cutter, gebruik ik weer de depth cutter. En dan heb je van de depth cutter op dat borenblokje wat ik net liet zien, heb je twee maten. Eén van 0,3 en één van 0,6. In dit specifieke geval gebruik ik die van 0,3, omdat ik weet dat het element al slijtagefacetten, slijtagesporen vertoont vanwege een erosief karakter. Dus ik mag ook gerust wel wat naar bukkel uitbouwen. Nou, zoals ik al zei, die ringen van de schacht die gaan tot een maximale diepte. Maar belangrijk is daarbij te onthouden dat je de inzetrichting meerdere posities kent. Dus dat op het moment dat je je boor neerzet, dat je dus rekening houdt met als je hem incisaal de diepte pakt, dat je dan cervicaal niet raakt. En als je cervicaal raakt, dat je incisaal niet raakt. Dus je moet die hoeken maken op het moment dat je aan het boren bent, om zeker te weten dat je ook die 0,3 mm afname hebt bereikt. En dat ziet er dan zo uit in de mond. Hier zie je een heel duidelijk voorbeeld van dat je dus twee kanten op die schacht moet houden, om zeker te weten dat je die 0,3 mm haalt. Want op het moment dat je hem dus wat meer incisaalwaarts plaatst, komt hij los van cervicaal. Plaats je meer naar cervicaal, zie je dat hij wat meer incisaal loskomt. En dan, ja, als je daar geen rekening mee houdt, dan haal je nooit de ruimte die je het lab moet geven, ben je nog steeds te voorzichtig eigenlijk. Nou, zo ziet dat er dan uit nadat je dat hebt gedaan. Wat ik dan doe is dan met een potlood eigenlijk de dieptes markeren. En vervolgens gebruik ik dan of de grove of de fijne chamfer, een beetje wat je zelf prettig vindt. Maar ik gebruik eerst altijd de grove chamfer en dan de fijne. Maar dit is die fijne. Ik gebruik dan eerst de grove chamfer om vanaf bukkaal weer in die dubbele hoeken. Dus zowel deze hoek als deze hoek. Dus je hebt weer die dubbele hoeken. Te slijpen totdat mijn potloodmarkeringen volledig verdwenen zijn. Als mijn potloodmarkeringen namelijk volledig verdwenen zijn, weet ik zeker dat ik die 0,3 bereikt heb. Daarna moet je nog afwerken met je softflex schijfjes, nog afwerken met je fijne schijfjes of met je fijne chamfer. En ook daarmee moet je de rekening houden dat je zeker nog 0,2 mm afneemt. Dus je geeft zo'n lab dan al 0,5 mm speling om de facing te kunnen vervaardigen. In dit geval hoef je niet zo heel veel af te nemen, want je bent veel meer additief. Hier zie je nog heel even die verschillende inzetrichtingen. Heeft ook te maken, die verschillende inzetrichtingen, met dat het laboratorium altijd incisaal net dat aflopende deel wil hebben in verband met lichtinval en met maskeren van de porselein, zeg maar, van het porselein naar het element. Nou, hier zie je dan na de eerste afname, dan meet ik dus van, nou, hoeveel heb ik mijn lab dan gegeven? Wat is dan incisaal wat het laboratorium heeft? Nou, ze hadden natuurlijk al heel veel. Dat blijven ze houden incisaal. En nou ja, tussendoor blijf je dus constant meten van, oké, wat heb ik afgenomen? Heb ik niet te veel afgenomen? Waar kom ik in terecht? Zit ik nog steeds in mijn glazuur of ben ik al naar mijn dentine gegaan? Wat ik net bedoelde te zeggen is om de lichtinval te kunnen manipuleren, hebben zij dus, zeg maar, voldoende diepte van van translucentie te kunnen creëren, hebben zij incisaal voldoende nodig. Dus vandaar dat het wenselijk is om de dikte van keramiek tussen de 0,3 tot 0,9 mm te hebben. Maar nog steeds afhankelijk van je lab, hè? Want sommige laboratoria hebben er gewoon echt moeite mee om 0,5 flinterdunne veneers te maken. Ik weet dat Hans onlangs non-prep veneer een lecture heeft gegeven.
Er zijn mensen die dat echt kunnen. Maar bespreek het vooraf met je lab. Nadat ik heb geprepareerd, zoals je ziet, zit ik nog steeds eigenlijk bijna overal in glazuur. De enige plek waar ik niet meer in glazuur zit, is in sisaal. In sisaal zit ik niet in glazuur, want toen dat geërodeerd was, was dat al dentine. Heb ik dat niet hoeven aanraken. Om cracks te voorkomen in je indirecte restauratie is het ontzettend belangrijk dat je er zeker van bent dat je alle hoeken zoveel als mogelijk afrondt. En dat is ontzettend belangrijk omdat dat we weten dat er een soort van statische vermoeidheid optreedt van het materiaal. En dat kan weer microcracks met zich meebrengen. En die microcracks weten we gewoon resulteert weer in een breuk. Dus het is belangrijk om alles goed af te ronden voor het laboratorium en hun bakfase. Een veelgemaakte fout of iets waar laboratoria vaak tegenaan lopen is dat er te weinig ruimte in sisaal wordt gecreëerd voor een tandtechnicus om genoeg te kunnen spelen met vorm en kleur. In dit geval is dat niet zo, maar ik zal straks voorbeelden laten zien waarbij je kan zien dat dat het wel heel belangrijk is om voldoende af te nemen. Ik was eerder altijd voorstander van glad maken met een brownie, maar daar ben ik van teruggekomen omdat ik er inmiddels achter ben gekomen dat glad maken met een brownie voor veel wrijvingswarmte zorgt en dat weer pulpaschade met zich mee kan brengen. Daarnaast heb ik geleerd dat een brownie een smeerlaag achterlaat en dat weer invloed kan hebben op je hechting. Dus die brownie laat ik tegenwoordig achterwege voor degenen die geïnteresseerd zijn. In het boek van Kalip Gurel omschrijft hij ook heel duidelijk: als je stopt na je medium of fijne boor, chamferboor, is het goed. Dan is de hechting daarna prima. Ook omdat je gaat zandstralen, haal je echt wel de maximale hechtsterkte eruit. Het poetieslotje wat ik dan vanaf in sisaal nog gebruik om te kijken of het laboratorium voldoende ruimte heeft en of eigenlijk overal ook alles een beetje evenredig is afgenomen. Zodat het laboratorium ook de minste moeite heeft om even dikke veneers te maken. Hoe meer homogeen jij werkt in de dikte die het laboratorium geeft, hoe makkelijker het voor hen is om een homogene situatie te kunnen reproduceren. Dan ga ik, nadat het dan dus glad is, dan komt de patiënt afdrukken uiteraard. Dan gaat het naar het laboratorium. Maar voordat ik het afdruk en het naar het laboratorium stuur, zorg ik er wel voor dat ik onder rubberdam een IDS-laag plaats op het vrijgelegen dentine. Nou, dat zie je dan hier. Tegenwoordig doe ik dit allemaal ietsje anders. Wat ik tegenwoordig wat meer doe is, en dat heb ik van Marco Gresnik geleerd, als je onder kofferdam kan prepareren, prepareer dan onder kofferdam, want het geeft je ook de garantie dat je onder kofferdam kan hechten. Dus je het veneer onder kofferdam kan plaatsen. Nu zie je dat ik pas na de preparatie mijn kofferdam heb geplaatst. Tegenwoordig plaats ik meteen mijn kofferdam en ga ik dan pas prepareren. En dan zie je dus deze eindsituatie, voordat ik ga afdrukken, retractiedraadjes zijn geplaatst en de afdruk wordt gemaakt, zowel in de bovenkaak als in de onderkaak. Belangrijk te weten is dat in deze casus de IDS-laag puur en alleen vervaardigd is met Optibond en vel. En een tweede wat belangrijk is om te weten, is dat dit allemaal onder een microscoop is geprepareerd. Dus Ik ben de hele behandeling bezig geweest met microscopische precisie. Nou, vanaf occlusaal ziet dat er dan zo uit. En vervolgens, zoals ik al zei, de patiënt ging natuurlijk ook met de zijdelingse delen. Dus het was een full arch case, maar ik heb me nu alleen toegespitst op het front. En vervolgens gaat de patiënt zo naar huis met de tijdelijke voorzieningen. De enige reden dat ik mijn tijdelijke voorzieningen zo netjes, dit is nog niet super netjes, maar zo netjes kan maken, is omdat ik gebruik heb gemaakt van siliconen afdrukken, waarbij ook de putty over mijn wax-up gewoon veel netter is of veel natuurgetrouwer is dan wanneer ik een alginaatafdruk had gemaakt. En zoals ik al zei, als je kan scannen, kun je natuurlijk, dat is natuurlijk net zo mooi. Nou, dan gaat de patiënt zo met zo'n eindresultaat weg.
En dan denk ik dat hij heel tevreden mag zijn. Dat was hij ook hoor. En aan de hand van de eindfoto's kun je weer gaan kijken van klopt het wat ik heb gedaan? Is dat wat ik heb gevraagd aan het laboratorium of wat ik heb teruggekregen van het lab? En dan, nou, dan zie je dus ook, er is weer een cuspidaatgeleiding ingebouwd. De cuspidaten zijn weer wat verlengd. Ik heb deze hele beet ook moeten verhogen. Dus deze beet is volgens mij zo'n 3 mm of 4 mm verhoogd. Om zowel in de onderkaak als in de bovenkaak weer een, ja, een goede, goed krachtenspel te kunnen krijgen. Dit zijn de casussen zeg maar, zoals wij ze aanpakken. Ik heb ook een patiënt gezien die ik niet full arch kan behandelen. En dan komt hij zo bij mij binnen. Deze man die is 20 jaar geleden in de bovenkaak behandeld met indirecte voorzieningen. En die volstonden volgens hem nog steeds. Dat vond hij mooi genoeg. Zoals je kan zien heeft hij een beetje een asymmetrie erin. Maar die bovenkronen, zijn volledige kronen, zijn gemaakt van volgens mij opgebakken zirconium. En het palatinale deel is van zirconium. Dus zoals je ziet gebeurt na 20 jaar dit type slijtage in het onderfront. Nou, en hij kwam bij mij binnen met de vraag van ja, ik vind die ondervoortanden eigenlijk niet meer zo mooi. Ze worden steeds korter, worden wat gevoeliger en vul maar in. Toen heb ik met Martin Smulders gebeld van ja, wat kunnen we hier nou mee? Want eigenlijk ga ik geen zirconiumkronen maken op die onderelementen. Want ja, dat doen we gewoon niet meer, klaar. Maar welk materiaal kan ik er dan tegenover zetten? En dat zijn bijvoorbeeld ook vragen die je tegenkomt. Hè? Als een patiënt met zo'n vraagstuk bij je binnenkomt. Ik wil op die ondertanden facings. En er zit in die bovenkaak zit al zo'n werkstuk. Dan moet je jezelf wel af gaan vragen. Wat is dan het materiaal wat ik daar tegenover kan zetten? Want ook dat is weer bepalend voor de afname. En ook dat is weer iets wat je met je laboratorium moet bespreken. Van, hè, afhankelijk van welk materiaal je hoeveel moet afnemen. Bij welke elementen. Nou, zoals je begrijpt hebben we ook bij deze patiënt. Een beetvolging moeten inlassen. Want als ik hier geen beetvolging doe, kan ik natuurlijk nooit een stel mooie frontveneers krijgen. Dat betekent dus ook dat je in de bovenkaak heb ik bij hem helemaal niks gedaan. De zijdelingse delen heb ik gewoon op de bruggen composiet geplakt. Ja, is even heel gechargeerd gezegd. Gezandstraald composiet om die beet te volgen. En vervolgens ben ik aan de slag gegaan met het onderfront. Maar ook hier weer op geleide van mijn wax-up. Want ook hier weer zet ik de wax-up om in een mock-up en prepareer ik door mijn mock-up heen. En precies op dezelfde manier als je in het vorige voorbeeld kon zien, incisaal, eerst de depth cutter, daarna bukaal, of incisaal afnemen, daarna bukaal de depth cutter erdoorheen. En vervolgens krijg je dan zulke preparaties en ziet het eindstadium er zo uit. Dus dit is eigenlijk exact hetzelfde als wat ik in de eerste casus die ik heb laten zien gedaan heb. Alleen houd er altijd rekening mee dat je van tevoren goed beoordeelt of je in die, binnen die dimensies, of je daar die facings kan maken. Nou, dan, soms moet je dus beslissen om een volledige beetverhoging te gaan creëren, zodat je dus wel een bevredigend esthetisch eindresultaat kan maken. En het vervelende aan dit soort patiënten is dat ze je constant de vraag gaan stellen, dat wil ik jullie trouwens nog wel meegeven, van ja, waarom maak jij geen kronen dan? Waarom zijn er in die bovenkaak alleen maar kronen gemaakt? En waarom ga jij nu geen kronen maken? Waarom kies je voor facings? Nou ja, dan moet je dus patiënten uitleggen van nou ja, dus wij kiezen er heel bewust voor om meer van het element zelf te laten staan, om zo minimaal invasief mogelijk te werken. En op die manier wel een maximaal resultaat te halen. Want we weten dat met de technieken van tegenwoordig en de hechtsterktes en de, nou ja, goed, je legt uit wat je weet. Dat we minstens hetzelfde en even goed resultaat kunnen behalen als wanneer je er een hele kroon van maakt. Nou ja. Deze jonge meid die kwam bij mij binnen omdat ze twee composietrestauraties op haar front had. En je ziet ook als je kijkt in haar gelaat een soort asymmetrie zitten. Die elementen die hebben een soort kenting naar het tweede kwadrant, naar links toe. En dan zie je hier op deze foto heel duidelijk dat die 1-1 en die 2-1 totaal niet op elkaar lijken. Dat er bukkaal composietrestauraties zijn gemaakt. En daar was ze gewoon al jaren niet meer tevreden over. Ik kreeg die composietrestauraties, dacht ik kan mijn vingers er wel aan branden, maar ik kan hier geen symmetrie meer in maken. Dus toen heb ik het laboratorium in Groningen gebeld, Stefan van der Made. Van, hey Stefan, je moet me echt helpen, want ik heb
ik werk normaal niet samen met hem. Maar voor deze casus wilde hij een uitzondering maken. Want dit meisje was nog geen 18. En ik dacht, ja, ik moet hier echt zo minimaal mogelijk prepareren. En een maximaal resultaat proberen te behalen. Dus dan ga je weer op dezelfde manier aan de slag. En dan kom je dus in een eindsituatie vanuit dit. Alleen hier, in deze situatie, heb je geen wax-up nodig. Je kan het doen middels een wax-up. Maar dat kost je natuurlijk weer extra. Labkosten maken, patiënt doorbelasten. Maar je weet al dat deze lengte is de lengte die je graag wil aanhouden. Dus je weet, als Stefan zegt, nou, als je mij minimaal 0,5 tot 0,8 mm incisaal geeft. En je geeft hem dat, hè, dan en bukaal, je maakt je poetieslotjes en je kan dat allemaal controleren. Dan kom je tot een preparatievorm in deze variant. Bij deze patiënt heb je dus in je analyse vooral moeten nadenken over die mediaanlijn. Want bij haar stonden de elementen dus wat naar links gekiept. En wat je dus wil, is je wil dat ze recht in haar gezicht komen te staan. Maar behalve dat je wil dat ze recht in haar gezicht komen te staan, wil je dus ook dat die mediaanlijn wat beter klopt. Dus ik heb er hier heel bewust voor gekozen om door dat contactpunt heen te prepareren, om de tandtechnicus de mogelijkheid te geven om twee symmetrische pacings te kunnen gaan vervaardigen. Nou, en dan krijg je dit terug van je laboratorium. En met het rechte plaatje als eindbeeld in je hoofd en dit als eindpositie, denk ik dat je het heel erg netjes hebt gedaan. En zo ziet ze er dan uit. Het is niet perfect, want je ziet nog steeds een enorme mediaanlijnverschuiving. Maar die krijg je natuurlijk niet goed. Wat je wel kan doen, is dus alleen die kenting naar links toe kan je herstellen. En dan komen we bij hele voorspelbare casussen. Bijvoorbeeld twee kronen die vervangen worden, moeten worden. Dit is vrij recht toe recht aan. Deze patiënt is parodontaal behandeld bij de parodontoloog en stoorde zich eigenlijk al heel lang aan die twee frontelementen en kwam bij mij met de vraag van, kun je die alsjeblieft vervangen? Nou ja, als ik dit eraf haal, weet ik natuurlijk niet wat eronder zit. En dan is het belangrijk dat je van tevoren ook met je fotografie naar je laboratorium goed overlegt van, oké, dit is de huidige kleur en dat is de kleur die ik graag wil hebben. En dan haal je die kronen eraf, je kijkt wat eronder zit, je ziet hoe het eruit ziet. Maar dit zijn hele vrij recht toe recht aan vervangingskronen. Hier kun je niet meer minimaal invasief werken. Je haalt zo'n kroon eraf, je doet je IDS-laag en je hecht je restauraties. En dan loopt de patiënt op deze manier weg. Alleen doordat je op de juiste manier communiceert met jouw laboratorium, en dat hebben we bij deze patiënt ook gedaan, de tandtechnicus is bij mij op de praktijk geweest, die heeft samen met mij de kleurbepaling gedaan. We hebben samen de foto's gemaakt, samen gekeken naar de huidige situatie, lengte-breedte verhouding ingeschat. Nee, nadat je de kronen eraf haalt, zie je ook dat je niet nog meer hoeft te prepareren. Want je had hier met gemak pulpaschade kunnen veroorzaken als je meer had geprepareerd. Maar je weet wel dat je cervicaal dieper moet prepareren, omdat je natuurlijk de outline van de preparatie op een plek wil hebben liggen die ja, esthetisch een bevredigend resultaat gaat geven. Dus dit zijn de vrij makkelijke casussen waarbij je geen wax-ups nodig hebt, geen mock-ups hoeft te doen. Waarbij je al weet wat de eindpositie is van je incisale rand. Waarbij je vaak al kan voorspellen hoe je te werk moet gaan. En dat geldt ook voor deze casus. Bij deze patiënten, die kwam bij mij binnen. Ik stoor mij aan die donkere rand hier tussenin. Ja, ik denk dat 9 van de 10 patiënten dat wel tegen jullie zeggen in de praktijk. Maar die stoorde zich ook aan de kroon die er op die 2-1 zat. Of ik dat niet kon vervraaien voor haar. Ja, dan kun je wel alleen die kroon gaan vervangen. Maar zoals je ziet zit er in die 1-1 ook een ontzettende distale composietrestauratie. En die vorm is vrij driehoekig. Dus je weet dat als je hier die black triangle weg wilt werken, dat je daar, weet je nu al, dat je meer ruimte aan het lab moet geven om richting palatinaal te prepareren. Zodat het laboratorium ook de diepte in kan met het porselein. Dus wat doe je? Je verwijdert de oude kroon. En precies op dezelfde manier als dat je prepareert. Want in principe is de lengte van de 1-1 je uitgangspositie. Precies op diezelfde manier prepareer je gewoon volledig door jouw gezonde tand heen. Want hier heeft het geen zin om een wax-up te laten vervaardigen en een mock-up te doen. Want dit is eigenlijk al je eindsituatie. Het enige wat je in deze casus wil doen is vormverandering.
Nou, en ook weer voor die vormverandering heeft het laboratorium minimaal incisaal 1 mm nodig. Want je gaat hier natuurlijk ook een stukje kleurverandering doen. Minimaal 1 mm incisaal nodig. En vervolgens gebruik je weer de depth cutters bukaal. Neem je bukaal weer af met je chamfer om het laboratorium voldoende ruimte te geven om daar een gedegen facing op te maken. In je eindpositie kom je dan zo uit. En dan denk ik, toen ik deze foto maakte, dacht ik, mijn hemel, wat heb ik veel geprepareerd van die 1-1. En toen dacht ik ja, maar het kon niet anders, want in sommige gevallen kan het niet anders. Je moet namelijk naar palatinaal doorprepareren, want het laboratorium moet vrij diep, moeten zij die interdentale ruimte kunnen sluiten. En dat kan alleen als je hun de ruimte geeft om dat te doen. Ja, dan kom je dus bij zulke preparaties uit. Een laatste vrij voorspelbare casus, dan ga ik naar de wat complexere casussen, zijn ook weer twee vervangingskronen. Deze patiënt liep al een tijdje met twee tijdelijke kronen. En dan hoef je eigenlijk niks te doen. Je haalt de twee tijdelijke kronen eraf. Zaten wel iets gecementeerd. Dus heb ik er wel echt af moeten boren. Maar dit is al een eindpositie waarmee de patiënt binnenkomt. Moet je hier lengte toevoegen? Nee. Is die lengte oké? Ja, eigenlijk prima. De kleur is niet goed. De vorm is, is niet oké. Maar dat zijn dingen die je laboratorium wel kunnen. Het enige wat je hebt kunnen voorstellen, en dat hebben wij ook gedaan, van misschien is het handig om te bleken. Want als je nu bleekt, dan heb je daar later wat meer profijt van. Dan maak je twee vervangingskronen en denk je van, nou goed, ziet er wel uit. Komt ze terug, denk je, wow. Maar wat bleek nou? Ze had nog twee dagen voordat zij die kronen werden geplaatst. Dus zij nog lopen bleken. Dus daar zaten we met die kronen. Maar om even aan te geven. Ik ga heel even kort in op de cementatieprocedure. En in dit geval maak ik gebruik van, nadat ik mijn IDS-laag heb gemaakt, ets ik altijd het volledige op. Zandstralen met de Aquacare. Etsen. Optibond FL primer. Optibond FL bonding. En daarom ets ik ook. En vervolgens hecht ik eigenlijk 9 van de 10 keer met verwarmd composiet. Bij kronen sowieso met HFO. En dan kijk ik even een beetje naar wat de kleur is. En ik wil ook wel eens hechten met flowable materialen. Maar ik vind verwarmd composiet eigenlijk het meest prettig om te gebruiken. Bij facings moet ik altijd kijken, afhankelijk van hoe dun ze zijn. Zijn ze echt flinterdun zoals bij dat jonge meisje? Dan kies ik er echt veel sneller voor om voor een flowable composiet te gaan. En dus een beetje afhankelijk van de kleur voor welk composiet ik dan kies. Maar heel even om te laten zien hoe wij dan de hechtprocedure doen. Maar dan, jullie hebben net de wat voorspelbare casussen gezien. Maar er zijn ook casussen waarbij je soms twee keer op je hoofd krabt voordat je eraan begint. Want dan komt er een jonge meid bij je binnen met, ja, die tand is verkleurd en die is al 3 of 4 keer intern gebleekt en het wordt er niet beter op. En ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarmee moet. En ja, dan ga je twee keer op je hoofd krabben van, ja, als er al een paar keer intern is gebleekt, hoe kan ik er dan toch met mijn laboratorium voor zorgen dat ik dit kan maskeren? Met composiet lukt mij dit niet. Ik ben helaas geen Newton vol, was ik dat maar. Dan had ik het gedaan. Dus de enige optie in haar geval was ook weer voorstellen om te gaan bleken. En na het bleken, en dan bedoel ik vooral het bleken van alle elementen rondom het endodontisch behandelde element, zoals je hier kan zien. En daarna te starten met prepareren voor indirecte restauraties. Nou ja, hier zie je als het ook maar een beetje is uitgedroogd, hoeveel donkerder die 2-1 is dan die 1-1. In die 1-1 zat ook al composiet, dus dat gaf mij de geruststelling van, nou, het is niet zo heel erg om ook op die 1-1 een veneer te maken. Deze patiënt heb ik volgens mij vorige week behandeld. Ja, vorige week, dus ik heb nog geen eindfoto's. Maar ook weer hier, dit is eigenlijk al je uitgangspositie. Je hoeft hier helemaal niks te veranderen aan de vorm. Je hoeft hier helemaal niks te veranderen aan de lengte. Dit hou je vast. Dus ook hier geldt weer precies hetzelfde protocol. Incisaal afnemen. Met je depth cutter, incisaal afnemen met je chamfer, bukaal afnemen met je depth cutter. Je houdt je putty-malletje er constant bij om te controleren. En wat in dit geval heel erg belangrijk is, is dat je ook juist foto's maakt van je preparatie om het laboratorium te kunnen laten zien van, hey, dit is de huidige kleur van de stomp. Zoveel moeten jullie maskeren.
Deze patiënten gaan ook altijd voor het afbakken nog een keertje apart naar het laboratorium. Dit is ontzettend lastig om te maskeren. En dat betekent dus ook dat je van tevoren met je laboratorium moet overleggen dat je bijvoorbeeld bij die 2-1 bij haar veel meer moet afnemen dan je eigenlijk lief is. Want je weet dat het laboratorium veel meer ruimte heeft dan die nodig heeft dan die 0,5 of 0,7 millimeter om dat element op de juiste manier te kunnen maskeren. Nou, vervolgens na preparatie ziet het er zo uit. En met mijn mallen, zoals je ziet, zie je dus dat ik ter plaatse van die 2-1 veel meer heb geprepareerd dan ter plaatse van die 1-1. Maar is dat erg? Nee, want ik wist al dat ik in dentine terecht zou komen. Het element was al endodontisch behandeld. Het enige waar ik rekening mee moet houden is dat ik een goede IDS-laag ga vervaardigen om ervoor te zorgen dat op het moment dat ik straks ga hechten, als de patiënt terugkomt met de indirecte voorzieningen, dat ik zeker weet dat hij op de juiste manier hecht. Want dat is het belangrijkst. Maar je ziet dus wel hier dat ik me niet meer strikt aan de regeltjes hou van 0,5 mm, 0,7 mm of 1 mm incisaal afnemen. Want het laboratorium heeft hier hoe dan ook meer ruimte nodig. Soms heb je ook gevallen waarbij patiënten bij je binnenkomen en zeggen van ja, ik wil graag weer mooie tanden. En dan komen ze zo binnen. En dan snappen jullie allemaal wel dat je vanuit deze situatie echt niks, maar dan ook niks moois kan maken met indirecte voorzieningen. En dus belangrijk om te weten dat je hier ook van tevoren goed moet overleggen met je patiënt dat er een voorbehandeling nodig is in de vorm van orthodontie. En dat je ook met je orthodontist, in dit geval Matthew Wiranto, moet overleggen van hey Matthew, leg me uit, als jij straks hebt opgeleid, wil ik per se de patiënt terugzien, want ik wil incisaal verlengen, zodat jij verder kan intruderen. Hoe meer jij intrudeert, hoe minder ik incisaal hoef af te nemen. Dus ook dit soort gevallen, om het voorspelbaar te maken, zul je van tevoren met je patiënt om de verwachting, en soms moet je die verwachting bijstellen, om de verwachting te kunnen creëren van het wordt iets moois, zul je echt de patiënt moeten uitleggen dat je eerst naar zo'n situatie moet gaan, alvorens je naar een wax-up, mock-up, en dan zie je dus ook hoe minimaal invasief ik ook weer hier heb kunnen prepareren, om vervolgens dat weer om te kunnen zetten. En ook hier geldt precies in de onderkaak hetzelfde. Incisaal afnemen, bukkel afnemen, precies dezelfde boordjes gebruiken, elke keer weer opnieuw. En dan zie je dat je het vervolgens onder rubberdam stuk voor stuk kan cementeren. Dus is eventjes om een beeld te geven van je moet altijd verder kijken naar alles is mogelijk als een patiënt maar bereid is. En soms heb je ook voorbehandelingen in de vorm van implantologie nodig. Want deze patiënt die kwam bij mij binnen van ik wil weer een mooie lach. Ik vind mijn tanden niet mooi, ik vind de vorm niet mooi, ik vind de kleur niet mooi. Ik wil dit allemaal niet. Maar ja, die had helaas wel een cuspidaat die ergens in haar palatum zat al vanaf haar jongere jaren. En die 6-3 die je ziet, dat is gewoon nog een melk 6-3. Dus eerst moest die 2-3 verwijderd worden. Moesten worden geïmplanteerd door, in dit geval werd dat gedaan door Irfan Abbas. En Irfan heeft daar vanuit het palatum de 2-3 verwijderd. Een botopbouw gedaan, heeft hij geïmplanteerd en vervolgens kwam de patiënt bij mij terug. Hebben we een wax-up vervaardigd, weer op dezelfde manier. Eigenlijk is het riedeltje elke keer weer over. Weer een wax-up laten vervaardigen, want zij wilde dus wel een nieuwe lengte, andere vorm. Dus in dit soort gevallen maak ik wel een wax-up om haar ook te laten zien wat het verschil wordt. Zoals je ook kan zien op het bovenste fotootje en dan weer op dezelfde manier prepareren. Dan plaats ik mijn rubberdam en dan cementeer ik het. En dan ziet het er vervolgens voor en na zo uit. Maar het is gewoon puur constant. Eigenlijk doe je constant hetzelfde met een wax-up, met een mock-up. Om constant de patiënt te kunnen laten zien en mee te nemen in dat proces hoe het gaat worden. En soms heb je gewoon heel veel pech. Soms lukt het je gewoon niet. Dus ik wil ook een paar van mijn failures laten zien. Soms heb je zo'n verdomd goede technicus. Maar lukt het gewoon niet, want sommige gevallen zijn heel lastig. Dit is een patiënt namelijk die verwezen is door een collega naar mij, omdat hij zich stoorde aan zijn 2-1.
Je ziet ook dat er heel duidelijk bij die 2-1 nog steeds Gingiva constant onrustig blijft. Dus ik denk dat ze daar veel te diep hebben geprepareerd. Ik denk dat ze daar, toen ik de kroon eraf haalde, zat ik ook echt wel diep onder die Gingiva. Dus ik heb van tevoren met hem moeten overleggen van, dit kan niet even makkelijk. Je hebt een kleft bij die 2-2, dus wil je daar iets aan doen of stoort het jou niet? Eigenlijk wil je het liefst 2 kroonverlengingen uitvoeren bij de 1-1 en bij de 2-1, om ervoor te zorgen dat je dat tandvlees daar weer gezond kan krijgen. Dat zijn allemaal dingen die je met hem moet bespreken. Dat bracht ons uiteindelijk tot de conclusie dat we hem eerst hebben verwezen naar Jappe Buijs. Jappe heeft een bindweefseltransplantaat uitgevoerd. Maar voordat Jappe dat allemaal kon doen, heb ik en de kroonverlengingen bij de 112 in. Maar voordat Jappe dat allemaal heeft kunnen doen, maak ik weer een hele fotostatus. Ook met een polarized picture. Met een gray card, om met het laboratorium te kunnen laten zien van, hey, dit is de huidige kleur, hoe gaat het dan? We hebben van tevoren met hem ook besproken, wil je wel of niet bleken? Ook altijd iets wat in ons behandelplan wordt opgenomen. Dat zie je ook heel duidelijk hier. Hij heeft eerst gebleekt, is toen naar Jappe toegegaan. Bij Jappe is het bindweefseltransplantaat gedaan. In de tussentijd had ik natuurlijk de kroon er al afgehaald, zodat Jappe dat niet hoefde te doen, maar alleen maar heel simpel die kroon eraf kon halen, zodat hij kon zien wat eronder zat. Jappe heeft een kroonverlenging uitgevoerd. En zoals je hier ziet op deze foto, ook het kleft gesloten van de 2-2. Een bindweefseltransplantaat is uitgevoerd. En vervolgens kwam de patiënt dus weer terug in deze situatie bij mij, waarbij je dus ziet dat het tandvlees er eigenlijk al veel rustiger uitziet met die tijdelijke voorziening. En dat het tandvlees bij die lateralen weer heel mooi genezen is. En dan ga jij beginnen met slijpen aan die 1-1. Want ja, hij vindt die bruine vlek in die 1-1 eigenlijk ook niet zo mooi. Kregen we ook niet weg met het bleken, met het extern bleken. Dus besloten om op de 1-1 een facing te maken en de 2-1 een vervangingskroon. En prompt, tot onze grote verbazing, komen we erachter dat we veel meer moeten wegslijpen dan ons lief is. In eerste instantie was het namelijk niet de bedoeling. Maar het laboratorium belde mij op en zei, ja meneer, ik heb te weinig ruimte om te kunnen maskeren. En waarom konden ze niet maskeren? Omdat dit was wat we eronder zagen. Dit was wat wij vonden. En dit kon het laboratorium niet maskeren. Dus ik moest het laboratorium uiteindelijk veel meer ruimte geven om daar een facing op te maken die voldoende kon maskeren. Ik heb geprobeerd om dat nog met een composietlaagje wat weg te krijgen. Nou ja, zoals je kan zien is dat aardig gelukt, maar niet volledig. Want ook nog steeds in die situatie aan de rechterfoto kun je zien dat daar nog ruimte nodig is. Nou, en dan denk je, redelijk goede uitgangspositie voor mijn laboratorium om iets moois te maken. En dan plaats je het en dan denk je, dit is het net niet. Want als je heel kritisch kijkt naar tandvlees, vooral ter plaatse van die 2-1, dan zie je dat die eigenlijk lager hangt dan die 1-1. En als je kijkt, ziet het er nog steeds iets onrustig uit. Dan moet ik zeggen dat ik deze jongen ook al zeker een jaar niet heb gezien, want dit zijn patiënten die worden verwezen naar mij, verwijs ik weer terug. En als het een beetje mee zit, komen ze 1 keer per jaar bij mij voor de nakontrole. En als ze tevreden zijn, ja, dan zie je ze soms wel helemaal niet meer terug. Dus ik heb geen idee hoe het nu met hem gaat. Maar dit was de eindsituatie nadat het is geplaatst. Nog zo'n gevalletje. Patiënt komt met een kroon die ze lelijk vindt. Wij besluiten om te prepareren, oude kroon eraf te halen. En wat zien we? Een metalen opbouw. Ja, wit dit maakt een maskeren. Ontzettend lastig. En dan kun je nog zo'n ontzettend goed laboratorium hebben waarmee je samenwerkt. En dan ben je bij die 1-1 wel redelijk minimaal invasief. Of bij die 2-1 redelijk minimaal invasief. Maar toch blijft het lastig. Het laboratorium heeft namelijk dit werkstuk 2 keer over moeten doen. En toen ze 2 keer over hebben gedaan, toen was het resultaat voor mij nog steeds niet bevredigend genoeg. Nou, en dan zie je dit als eindresultaat. Ja, als je kijkt naar de 1-2 en de 2-2, zie je gewoon dat het niet qua kleur niet 100% matcht. Dus hoe goed je lab ook is, blijf overleggen. En soms heb je een ontzettend goed laboratorium
En heb je het gewoon geweldig gepland met elkaar in een ontzettend lastig werkstuk. En heb je soms wel resultaten die gelden. Want deze patiënte die kwam bij mij binnen met dat haar tandarts al 20 jaar zegt dat dit echt niet kan verbeteren. Je snapt natuurlijk wel dat dit een casus is die ik niet in mijn eentje kan doen. Ik heb hier een implantoloog voor nodig. Ik heb hier een parodontoloog voor nodig. Ik heb hier een technicus voor nodig. Ik moet wat uit mijn eigen kastje halen. Want ook bij haar hebben we er bijvoorbeeld in het onderfront voor gekozen om dat onderfront op te lijnen met de in-man-aligner. En zo maak je dus een compleet behandelplan voordat je een esthetisch bevredigend resultaat kan creëren voor zo'n patiënt. En in dit soort gevallen kan je niet minimaal invasief prepareren. Ja, hooguit bij die 1-2, maar daar is ook alles mee gezegd en bij die cuspidaten. Maar bij deze patiënt hebben we ervoor moeten kiezen om alles eruit te halen. Te laten implanteren, kronverlenging uitgevoerd, allemaal door Irfan Abbas gedaan, het chirurgische gedeelte. En pas na herstel is de patiënt teruggekomen. Ik heb die opbouw eruit gehaald, een nieuwe opbouw vervaardigd, ook voor het laboratorium. En ja, dan heb je soms geluk met je lab, maar met dit soort casussen kom je niet weg door een wax-up te maken. Want je kunt zo'n patiënt heel moeilijk laten zien in zo'n niet ideale situatie wat het uiteindelijk gaat worden. Dus iedere casus die je aanpakt, heeft een eigen benaderingswijze. Dus iedere casus die je hebt, daarbij is het van belang dat je van tevoren je foto's maakt. Dat je van tevoren de risico's met je patiënt overlegt. Dat je van tevoren een analyse maakt. Dat je van tevoren met je patiënt overlegt wat er mis kan gaan. Dat je van tevoren al die dingen uiteenzet. Ja, om hem of haar te laten zien of mee te nemen in het proces van ja, hoe gaat zoiets in zijn werk. Ik heb ook patiënten die tegen mij zeiden van ja, maar je gaat slijpen aan mijn tanden. Hoeveel ga je dan slijpen? Nou, dat moet je patiënt uitleggen. Ja, is het dan 0,3 mm? Is het 0,6 mm? Is het 0,7 mm? Neem ze mee in dat traject. Hoe beter je ze meeneemt in dat traject, hoe meer ze begrip hebben voor de tijd die jij neemt. Want dit soort behandelingen zijn ontzettend invasief. Zo'n patiënt ligt gemiddeld zeker 3,5 uur voor 2 of 4 facings bij mij in de stoel. Het is hun kostbare tijd. Dus hoe inzichtelijker jij het proces kan maken, dus hoe beter jij het kan uitleggen, hoe beter dat gaat. Ik hoop dat ik jullie aan de hand van mijn presentatie in ieder geval genoeg tools heb meegegeven om met dit soort dingen aan de slag te kunnen gaan. En ik hoop dat jullie vanavond voldoende hebben geleerd om te kunnen zien hoe je elke casus kunt benaderen. Dankjewel, Hans. Ik weet niet of jij mij nu overneemt. Heel mooi, Noor-Jan. Het is echt prachtig wat je hebt laten zien. Dankjewel. Zelfs ik ben er trots op. Goed zo. Het is ja, leuk dat we samenwerken met Irfan en met Jappe. Ja, en, ja je gaat echt mensen om je heen verzamelen waarvan je weet dat ze hetzelfde denken als jij. En ook begrijpen wat je als eindresultaat in je hoofd hebt. Ja, dat is ook zo. Hè? Dat is, alleen gaat het echt niet. Nee. Maar ik wil er ook wel op een kompuntje terugkomen. Want uiteindelijk zitten we voor het kom. Niks wat je gedaan hebt, viel binnen de tijd die ervoor gegeven staat. Nee. Ik heb gezien, we hebben nu 63 deelnemers. Daar is er één van komlid. Dus ik vraag me af, degene die gekeken hebben, naast dat je ziet wat je kan doen, weet jullie ook dat als je het gaat doen, dat je het nog niet kan doen? Omdat onze overheid heeft besloten dat wij dat niet mogen doen. Dus je moet een halve gek zijn zoals Noor-Jan en zoals ik dat ben. Maar of je moet je niet aan de regels houden. Maar als wij willen dat er regels gaan komen zodat we ons er wel aan kunnen houden. En zo ook mooi werk kunnen maken zoals Noor-Jan dat doet. Dan zullen we dat kom een beetje groter moeten maken. Dus als jullie met z'n 62e je gewoon aanmelden. Je kunt je ook dan afmelden bij KNMT, ANT. Want alle voorzieningen die daar gegeven worden, die zijn bijna verkrijgbaar bij het KOM. Verzekeringen, hulp bij praktijkovername,
weet ik veel wat, problemen met patiënten. Het wordt allemaal ook binnen dat kom geregeld. Dus schroom niet, steun Nurotjan met haar strijd. Ik ben al jaren lid en ik kan zeggen naar volle tevredenheid. Ja, en ja. Dat, dankjewel Nurotjan. Maar wat belangrijk is, dat je niet van je pad afwijkt om dat werk te kunnen doen. Ondanks dat de hele massa, KNMT, ANT, jou niet ondersteunt. Nee, klopt. De enige organisatie die jou ondersteunt, dat is het KOM. Als je ooit een klacht zou krijgen met een patiënt over deze behandeling en de kosten, dan helpt het KOM je. En dat is prettig om te weten. Maar, beste aanstaande KOM-leden, we verwachten dat je dan ook wel werkt zoals Nurotjan dat doet. En dan kunnen we misschien academisch een klein beetje van gedachten wisselen. Maar de manier waarop ze dat doet, en dat ze überhaupt heeft nagedacht of je nou wel of niet met een brownie moet polijsten, ja of nee. Dat is toch wel een dingetje. Sommige mensen denken helemaal niet aan polijsten. Of aan IDS-laagjes, of hoe je dat aanbrengt. Of welke klemmetjes je kunt gebruiken voor een rubberdam. Ik moet even Casper vragen of er nog vragen zijn. Ja, ik heb een vraag binnengekregen van Jeroen. Ja. Van wat materiaal zijn uiteindelijk de facings onderfront gemaakt in je tweede casus? Ja, goeie. We hebben uiteindelijk wel gekozen voor IMAX, lithium-disilicaat. En dat hebben we heel bewust gedaan, omdat we wisten dat we de beet hebben verhoogd. En dus ook een cuspidaatgeleiding in konden bouwen. Maar we hebben de patiënt natuurlijk ook weggestuurd met een nightguard. Nooit zonder nightguard wegsturen, want die bijten gewoon je spul weer kapot. En tot nu toe gaat dat heel goed. Deze casus is nu 1,5 jaar oud. Heb nog geen klachten gehoord van hem. De laatste controle was het allemaal nog helemaal netjes intact. Nou. Nog een vraag, Casper? Dat waren de vragen tot op heden. Misschien heeft iemand nog een vraag, dan kan die nog getypt worden. En de reden dat je natuurlijk ook niet kiest voor zirconium is, ja, weet je, die ondergrondelementen zijn al zo klein. Dan moet je ook nog eens kronen maken van zirconium. Ja, dat is echt not done. Dus we hebben echt duidelijk voor IMAX gekozen om te voorkomen dat er gekke dingen gebeuren. Ja, stevig materiaal. Ja. Ik moet eerlijk zeggen... Gebruik nooit meer. Van je casussen had ik waarschijnlijk toch met non-prep facings gedaan. Ja, ik heb jouw lezing nog niet teruggekeken, maar ik heb wel eerder een lezing van jou gevolgd. Dus ik ben daar wel heel erg nieuwsgierig naar. Ja, je hebt een technicus nodig die dat kan. Dat is echt wel bijzonder. Ja. Maar tot die vier frontelementen, je hebt er twee behandeld, hè, die met het non-vitale element. Ja. Nou, maar mijn zin is dat je een heel klein beetje kunnen prepareren en het ook kunnen oplossen. Dat je toch wel in het glazuur kon blijven zitten. Ja, ja, ja. Want ik merk toch, na 40 jaar tandenkunde, dat avitale elementen het soms afleggen, gewoon omdat ze zwakker zijn. Ja, ja. Ja. Maar dat geeft niks. Ik bedoel, het is gedaan. Dat is echt zo. Dat is ook trial and error. We weten inmiddels sinds de biomimetische tandheelkunde dat we in dentine wel net zo sterk kunnen hechten. Al dan niet sterker dan in glazuur. Dus daar maak ik me niet zo heel druk mee om. Maar wat ik wel merk is dat ik het oprecht nog steeds wel eens lastig vind. Dat je denkt dat je een casus wel kan oplossen. Maar dat het soms ook echt niet binnen je macht ligt. Of ja, weet je. We hebben wel eens, ongetwijfeld zitten 3/4 van de mensen die nu deelnemen ook wel eens op mijn Instagram account. En daar komen heel veel mooie plaatjes voorbij. Maar vergeet niet, dat is natuurlijk niet, social media is niet altijd de realiteit. We hebben ook, zoals ik net in de presentatie liet zien, ook failures. En tuurlijk kan het zijn dat je plaatjes hebt gezien waarbij je zag van, oh ja shit, daar is wat meer dentine exposure dan je eigenlijk had gewild. Ja, dat gebeurt. Dat is menselijk. Humanity. Ook al werk je onder een microscoop. Ik denk dat dat wel belangrijk is om te weten. Maar het is wel
goed voor jezelf dat je een soort stappenplan hebt. Dat je weet wat je wil, waar je naartoe wilt werken. Want als je dat weet, kun je het ook voorspelbaarder uitvoeren. Helemaal eens. En over die microscoop is ook interessant. Want bij de 6 Zeiss microscopen in de praktijk, ook de mondhygiënisten werken ermee. Ja. En van Media Vision, die komt hier ook. En die zegt, nou ja, wel geteld staan er 300 microscopen in Nederland. Ja. De meeste staan bij endodontologen. Dat is ook makkelijk, want die kunnen hem declareren bij iedere behandeling. Dat betekent dat van de 8000 tandartsen in Nederland er 150 zijn met een microscoop. Ja. Ja. En er zijn 80 komleden. Dus je moet er eens over nadenken waar, met het mooie wat we laten zien in al de webinars, maar ook wat jij al laat zien, is waar zijn mensen mee bezig en hoe komt dat? Worden we gedreven naar middelmaat dankzij verzekeraars en gemiddelden? Of is er iets wat ons nog trekt naar de kwaliteit en de topmaat? Ja. En dat is iets voor de deelnemers, als ze er nog zijn, om over na te denken. Wat is wat je graag wil? Als je weet dat de suicide rate onder alle medici het hoogst is bij tandartsen. Interessant, hè? En hoe komt dat? Omdat ze te veel patiënten helpen en te veel money driven zijn. De uitdaging gaat daardoor uit je werk, je ruggengraat verdwijnt. En je denkt, waarom ben ik überhaupt nog tandarts? Terwijl als je werkt zoals jij, Noor-Jan, en dan kan je, net zoals ik, dan ben je 40 jaar verder. En dan is iedere dag nog een leuke dag. Ik werk 5 dagen in de week, soms 6. En er is nooit een dag dat ik denk, oh, ik wou dat ik om 3 uur klaar was. En je weet wat ze zeggen, hè? Je krijgt wat je toekomt. Dus ja... Daar ben ik wel van overtuigd geraakt in de afgelopen 2,5 jaar dat ik een eigen praktijk heb. Het is niet altijd allemaal even makkelijk, maar hoe beter jij natuurlijk wordt in het bedrijven van je skills, ja, hoe sneller dat oploopt. Ja, je moet je waarschuwen, hoe beter je wordt, hoe lastiger je patiënten. Ja, hoe meer je ziet. Je krijgt ook de casussen die niemand meer hebben wil. Ja, klopt. Ik heb nou in de afgelopen 2 jaar 5 patiënten gehad die door andere tandartsen waren gediagnosticeerd als van doe maar een VP en implantaten. Yeah. Die mensen hebben allemaal hun tanden nog. Ze hebben er een paar implantaten bij. Ze gebruiken de mineralen iedere dag. En we zien bot aangroeien in plaats van verdwijnen. We zien sokken niet zakken, maar het bot weer terugkomen. Die dimensie, daar heb ik nou 2 lezingen over gegeven. Als ik aan 10 tandartsen dat verhaal vertel, is er misschien 1 die daarover na gaat denken. En jij bent er 1 van. Ja. En je laat casussen genoeg zien die indicaties waren voor het gebruik van de mineralen. Noor-Jan, ik wil je enorm bedanken voor jouw hele mooie presentatie. Dank je wel. Het is genoegen om er naar te kijken. Ik hoop dat de deelnemers dat ook hebben gevonden. En ik hoop dat wat ik gezegd heb niet te hard is aangekomen. Goed zo. Tot de volgende keer hebben we eer van. Ah, leuk. Ja, 9 februari. Leuk. Beste mensen, fijne avond. Noor-Jan, hartelijk bedankt. Tot je dienst. Fijne avond allemaal. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel. Dag. Doei.